wat is nou voor jou het allerbelangrijkste? Dat ik zelf gewoon mijn gang kan gaan. Gewoon de dingen blijven doen die men wil, is niet voor alle ouderen vanzelfsprekend. Meer dan 500.000 kwetsbare ouderen ontvangen op dit moment in Nederland wijkverpleging. Dagelijks komen er nieuwe cliënten bij. Maar tegelijkertijd nemen de tekorten aan verpleegkundigen en verzorgenden snel toe. Als onderzoeker en wijkverpleegkundige houd ik mij al jaren bezig met de zorg voor thuiswonende ouderen. Mijn onderzoeksprogramma richt zich op preventie van functieverlies en de waarde van wijkverpleegkundige zorg op patiëntenuitkomsten. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met promovendi, studenten, onderzoekers, maar ook met de doelgroep zelf. Ik laat je graag 3 voorbeelden zien. In Utrecht zijn we al sinds 2009 bezig met het opzetten, uitvoeren en evalueren van proactieve ouderenzorg in de eerste lijn. We hebben een screeningsinstrument ontwikkeld waarmee huisartsen eenvoudig hun kwetsbare ouderen in kaart kunnen brengen. Waarna de wijkverpleegkundige thuis langs gaat en de situatie in kaart brengt. Wat ik merk is dat de kwetsbare ouderen veel beter in beeld zijn. En daarnaast vind ik dat de samenwerking met de andere partijen in de wijk, dus de wijkverpleging en het buurteam, enorm verbeterd is. Door deze tijdige signalering kunnen acute ontsporingen worden voorkomen en kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarnaast ontwikkel ik samen met verpleegkundigen en verzorgenden en andere belangrijke stakeholders een kennisagenda voor de verpleging en de verzorging. We starten met een uitwerking voor de wijkverpleging. Tot slot werk ik aan het wetenschappelijk programma Wijkverpleging. Wat het oplevert? Inzicht in kenmerken en effectiviteit van wijkverpleegkundige zorg. En deze dragen bij aan de nieuwe bekostiging van de wijkverpleging. Kortom, waar ik voor pleit, meer wetenschappelijk onderzoek van ons vak en een goede kennisinfrastructuur om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen.